Hey, welkom bij die video. In deze video ga ik een mini tour geven aan deze kamer in mijn opa en oma's huis. En mijn boek laten zien. Ik ben namelijk een boek aan het schrijven op de computer. En het wordt heel leuk. Maar dat. En waarom alleen deze kamer? De andere kamers zijn niet echt zeldzaam. Badkamer, zolder. Nou, zolder wel, alleen daar mag ik niet zomaar komen. Dus ja, maar ja. En op mijn slaapkamer en beneden is nog een gedeelte. Maar die hebben jullie in heel veel films van mijn kanaal wel gezien. Dus ja, dat kennen jullie ook wel goed. Dus ja, deze kamer kennen jullie het minst. En mijn boek kennen jullie het minst. Nou, minst helemaal niet. Het boek is nog niet helemaal af. Alleen, ik ben al best ver. En dan, dat. Oké, we beginnen. Foto. Oké, laat. Oh, trouwens. Dit is trouwens mijn vader toen hij klein was. Dit is mijn tante toen hij klein was. En dat is mijn vader toen hij klein was. Hij was echt fan van motocross en Joe en zijspan. Maar ja, dat. En dit is iets. Oké, sorry. Kijk, wat? Ja, dit is gewoon EB. Ik weet niet wat het betekent. Ik heb het vergeten, maar ik wist het wel. En dit is cadeaupapier voor als iemand jarig is, of kerstmis, of Sinterklaas. En een strip over een zijspan. En dit is een bord waar we van alles en nog wat ophangen. Hier zijn knutseltjes van mijn nichtje. Allemaal foto's. En dat ben ik. En even. En dit is trouwens een stukje. Mijn oma was vroeger juf. En dit is een stukje van de echte krant. Ze was namelijk in de krant. En ik ook een soort van. Want ik bestond nog niet. Alleen, ik bestond volgens mij. Volgens mij was ik net geboren. En hier, ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Ik denk het niet. Ik probeer het scherp te maken. Ja, kijk. Hier staat. Ik zit daar dat ik op de dolfijnenschool. Hier staat, wacht even. Maar juf Marion zegt, mijn kleindochter komt hier op school. Dus ik kom hier nog wel mensen tegen als ik haar breng. En dat gaat dus over mijn oma. Zij was vroeger juf op mijn school. Dit is haar. En het gaat erover dat ze met pensioen ging. En ze kreeg allemaal knutseltjes, vlinders van de kinderen in haar klas. En daar gaat het hele stukje een beetje over. En dit is trouwens tante Ilja, tante toen ze klein was. En dat allemaal een beetje is dit bord. En dit is heel mooi. Ik denk dat oma dat heeft gemaakt. Ik weet het eigenlijk niet. Dit is een kruk. Geen idee waarom deze er staat. En het zijn gewoon allemaal dingetjes. Kikker. Bordjes. Gewoon een kast met van alles en nog wat. Hier is ook een kast met. Dit is trouwens speelgoed eten. Dit. Puzzels van vroeger. Die ik en Eefje vaak deden. En hier zijn allemaal boeken. Dit is, heel veel fotoboeken zijn hier. Van Bilansjes weekendjes. Dat zijn weekendjes die we elke keer doen als opa en oma zoveel jaar zijn getrouwd, zeg maar. En dan hebben we een Bilansjes weekendje met mijn nichtje. En waarom Bilansjes weekendje? Dat zijn achternaam is Bilans. Het is vandaar. Maar dat is. En er zitten heel veel fotoboeken. En van Bilansjes weekendje, het meeste. Ja, dat. Oh, dit was trouwens het Bilansjes weekendje. Maar toen was ik er nog niet. Dus ja. dat. En hier zijn allemaal foto's van ouderwetse dingen en zo. En dat is, dat is mijn opa vroeger. En dit is mijn oma vroeger. En dit is mijn vader vroeger. Dit is mijn tante vroeger. Ja. Die hebben jullie ook al heel vaak gezien. Oh, trouwens. Dit is heel zeldzaam. Dit is mijn opa als kind. En dit als volwassen. En we hebben een aap. Een of andere boot hier.
Bidoosjes weekendje foto. De Efteling was dit. En ja, nu het boek. Oké, dan jongens. We beginnen met de computer. Op deze computer ben ik dus een boek aan het schrijven. En ja. En ik vind de knopjes heel erg op een Minecraft door sound effect lijken. Ik bedoel, hoor. Nou, deze knop is niet echt, maar de spatieknop. Is dit een spatieknop? Ik weet het niet. Maar kijk, deze lijkt er pas echt op. Ik kan zo een Minecraft deur song maken. Oké, ik ben niet goed in songs, maar oké. Oké dan. En hier ligt het boek. Het is nog niet aan elkaar geplakt. Alleen, ik moet even uitvissen wat het eind is. Want hieronder liggen ook nog allemaal andere papiertjes die uitgeprint zijn. Dus ik moet even alles zoeken. Ja, wat het boek is allemaal. Ik heb het boek bij elkaar gezocht. Volgens mij ligt het wel in volgorde. Maar ja, en als jullie denken dat ik zo teken, dat is niet zo. Mijn nichtje maakt tekeningen. Alleen deze gaan verwijderen, want ze heeft besloten om... Ze gaat namelijk toch niet tekeningen maken. Dat wil ze namelijk niet meer. Dus dat ga ik binnenkort doen. En deze tekening ga ik verwijderen, want dit lijkt niet op Steven Alex. Sorry, Eefje, als je kijkt. Maar ja. het heet Alex en Steve's leven. Ja, mooi naam. Er waren eens twee Minecraft-spelers, Steve en Alex. Steve is de jongen en Alex het meisje. Dit ga ik trouwens vervangen door sterren, want hier staat getekend door Eefje, maar dat is niet zo. Dus ja. Oké, dan de eerste bladzijde. Oké, dan. Ik ga het boek eigenlijk gewoon voorlezen. Dus succes. Moet je me wensen. De plaatjes zijn er nog niet, dus Oké. Ze zijn erg dapper. Ze vechten tegen monsters en redden mensen en dieren in nood. Maar ze hebben nog één wens. Een kind krijgen. Dat wil iedereen. Nee, grapje. Want heel soms voelden de twee zich eenzaam. Ja, ik weet dat ze elkaar hebben. Maar Steve is vaak trainen door de weeks. En Alex vaak in het weekend. Ze trainen op speciale school. Op een speciale school. Ze werken namelijk in het leger. Oké dan, waar ben ik? Oh, hier. Ze hebben een tijdje terug een hond geadopteerd. Hij heet Snoopy. Hij krijgt bijna elke dag veel aandacht. En dat is precies waarom hij niet wil dat zijn baasjes een kind krijgen. Of misschien wel 30 kinderen. Of meer! Oké. Dat is wel heel overdreven. Maar toen Steve en Alex het vertelden, barstte hij in tranen uit. Hij dacht dat hij geen aandacht meer kreeg. Wat? Hij dacht alleen maar aan het ergste. Want wat als hij geen aandacht meer kreeg? Oh, wat erg, hè? Of als zijn baasjes hem vergeten. Of als ze hem buiten laten slapen bij de monsters. Hij traint soms wel met Steve en Alex mee. Hij kan het als de beste. Maar als hij slaapt, heeft hij het niet door als hij aangevallen wordt. Weken later is het eindelijk zover. Alex, haar buik wordt steeds een beetje dikker. En vandaag is het echt de dag waar ze op hebben gewacht hebben. De baby wordt geboren. Nou ja, baby. Babies! Ze hebben een tweeling gekregen. Een meisje en een jongen. Even op naar de volgende bladzijde. Maar hoe zouden ze de tweeling noemen? Misschien Lily en Tobias? Of Tara en Aaron? Nee, ik weet het al! Kate en Gelato! Maar wacht, waarom verzin ik de namen? Dat moeten Steve en Alex doen. En inderdaad, Steve en Alex hebben de namen al bedacht. Zijn geworden Troddelroffel, Lisa en Jake. Oké, jongens, ik ga eventjes deze, die we net hebben gelezen, onder deze leggen. Zodat het alsnog nog een beetje op volgorde is. Oh nee, deze eerst. Oké, dan. Ja, jongens.
Sorry voor dat. Ik moet ze ook een beetje in volgorde houden. Even kijken waar ik zit. Ja, oké. Okay. Het zijn mooie baby's, maar de enige die niet blij is, is Snoopy. Met andere woorden, de hond, hij denkt niet. Wow, wat een prachtige baby's. Of, oh, zo schattig. Ik hoop dat ze later nog steeds zo mooi en schattig zijn. Nee, nee. Hij denkt meteen de drama gaat beginnen. Steve en Alex zien dat hij verdrietig is en vragen, waarom kijk je zo, Zip? Op dat moment draait Snoopy zich om en zegt, ik. Steve en Alex kijken elkaar aan en daarna zegt Alex, je hoeft het niet te vertellen als je het niet wil hoor. Waarom Steve antwoordt, maar het liefst wel, want je kan alles tegen ons zeggen, vergeet dat nooit. Steve keek een beetje begrijpend, maar ook boos naar Alex. Maar nu dan de verhaal. Je wilt vast weten hoe Snoopy kan praten, toch? Nou, Snoopy heeft per ongeluk een soort toverpoeder van de heks in zijn drinken laten vallen. En toen hij het drinken opdrok, kon hij opeens praten. Inderdaad, eigenlijk was het bedoeld als een anti-spinnenpoeder. Nou, voor de heks niet. Want voor de heks, want zij wou eigenlijk juist een 1000 spinnenpoeder maken. Of met makkelijkere woorden, spinnenvoer. Ze wou het poeder stiekem in de nacht in alle huizen smeren en dan komen er honderden spinnen naar het poeder. Maar helaas voor de heks, het poeder was mislukt. Ze had juist het tegenovergestelde gemaakt. Laatst is haar geheime laboratorium gevonden. Dus ook het poeder. En eventjes weer deze hier leggen. Want we gaan weer naar de volgende bladzijde. En zo gebruiken Steve en Alex het poeder om spinnen mee weg te jagen. En nu staat er ook iets nieuws op de verpakking. Namelijk anti-spinnenpoeder en dierenpraatpoeder in één. En het staat niet alleen op de verpakking, maar ze zeggen het ook in de nieuwe reclame. Snoopy, Steve en Alex vinden het best cool dat ze iets hebben ontdekt. Wat ik best wel snap, want eigenlijk was het een ongelukje. Maar het is veranderd naar een beroemd ongelukje. Nu is de familie best beroemd. Niet alleen door het ongelukje, maar ook door hun coole vechtmoves. Want vorig jaar had de familie zelfs het Olympisch vechten gewonnen. Dit jaar gaan ze weer mee doen, maar dat is nog lang niet. En Snoopy is vernoemd naar het beste huisdier ter wereld. Oké, sorry dat ik het zo overdreven doe. Maar laten we verder gaan met de baby's. Dus Steve was een beetje boos op Alex. En zei dat Snoopy met zijn vrienden moest gaan spelen. Niet omdat hij boos was, maar omdat hij een melding op zijn telefoon kreeg. In de melding stond waarschuwing. Er zijn nieuw soort monsters ontstaan die graag baby monsters willen maken van mensenbaby's. Dus als je baby's hebt, hou ze veilig voor de regenboogvrienden. Alex en Steve keken elkaar meteen aan en barsten in tranen uit van het lachen. En Alex zegt lachend, dit is vast een grap van een van jouw grappen-apps. Maar dan zegt Steve heel serieus, maar hier staat dat het van de nieuws-app is. En ik schrik en kijk of het waar is. En inderdaad, het is van de nieuws-app. De nieuws-app liegt nooit. De telefoon van Steve doet opeens heel raar. Hij trilt. Hij valt steeds uit en dan weer aan. En het licht gaat ook steeds uit. Ze horen dat de baby's aan het huilen zijn en rennen naar de twee baby's. Ze rennen naar de twee baby's buggy. Maar Lisa en Jake zijn niet in de buggy. Ze zien allemaal gekleurde lichtjes om hun heen. Het lijken wel ogen. Oké, jongens, naar de volgende bladzijde. Wacht eens even. Het zijn ogen! We moeten ze volgen, zegt Steve meteen. De ogen draaien zich om en rennen weg. Ze kunnen de lichtgevende ogen niet meer zien. En het is moeilijk om de monsters zelf
te zien in het donker. Ze proberen de nog nooit geziene monsters te volgen. Maar ze lopen telkens tegen een paal of muur aan en niet tegen een monster. Alex denkt na en denkt aan die melding op Steve's telefoon over die regenboogvrienden. Ze zegt dan tegen Steve: ik denk dat de regenboogvrienden van het nieuws zijn. Dat de regenboogvrienden van het nieuws zijn. Sorry. Trouwens, ik heb regenboogvrienden. In sommige stukjes heb ik het met een F geschreven, maar het moet met een V. Oké, dan. Als degene die het iets gaan kopen horen dat het door een kind geschreven is, dan snappen ze dat best wel, denk ik. Maar, zegt hij dan. Dat zat ik ook al te denken, zegt hij dan. Maar wacht eens even. Stond er niet dat ze mensenbaby's veranderden in monsterbaby's? Roept Alex dan naar Steve. Steve schrikt van verbazing. En checkt even of ze gelijk heeft. En inderdaad, er staat: er zijn monsters op staan die graag babymonsters van mensenmonsters maken. Ik bedoel, wat zeg ik? Babymensen maken. Wat zeg ik allemaal? Normale baby's maken. Sorry. Sorry dat ik heel veel verkeerd lees. Alleen, ik probeer ook een beetje naar jullie te kijken. En het uit mijn hoofd te weten. Alleen, dan gaat het vaak fout. En nu moet ik even kijken waar ik weer was. Oh ja. Wat moeten we ze nu doen? Alex denkt daar en zegt dan: brainstorm! Steve kijkt naar haar en wacht op een idee. En na een poosje wachten vertelt Alex haar plan. We moeten een grot vinden in de nacht. Dan zoeken we de regenboogvrienden en gaan met ze vechten. Dan zoeken we de baby's. Trouwens, in de nacht zit in Minecraft in de nacht. Als je naar een grot gaat in Minecraft in de nacht, dan zijn er monsters. Dus ja. Steve denkt na. Maar wat als ze het strijdend hebben? Of een lavaschieter? Alex kijkt naar Steve en zegt: er bestaan geen eens lavaschieters. Maar wat dan? Zegt Steve. Echt? Oh ja, waarop Alex antwoordt: gewoon niks. Maar dan begint Alex echt ongeduldig te worden en roept: ga gewoon mee, Balrik! En na een boosje ruzie maken is het nacht. Ze sluipen in een grot. En gaat steeds dieper, dieper, dieper en dieper. Maar op dat moment ziet ze een skeleton en een zombie. Ze pakken... Hier staat paken. Oké, maakt niet uit. Ze pakken hun meegenomen zwaard en strijdend en gaan vechten. Maar de skeleton is slim. Hij gaat weg en laat de zombie hun afleiden. En gaat dan van achter schieten. Steve werd geraakt. Oh ja, trouwens, skeletons hebben pijlboog, dus daarom schieten. Maar hij had nog leven, gelukkig. Oké, dan. We gaan naar de volgende bladzijde. Vinden jullie het al spannend? Ik weet niet of jullie het spannend vinden. Steve voelt het en draait zich om. En doodt de skeleton met zijn zwaard. En precies op hetzelfde moment gaat de zombie ook dood. En dan opeens zie je blauwe ogen. Die ze natuurlijk moeten volgen. Die ze natuurlijk moeten volgen. Ze hebben deze keer een zaklamp. En ze schijnen op het paars met blauwe ogen. Want ze wacht even. De Snoopy Day. Volgens mij zijn er bladzijdes kwijt. Of niet? Volgens mij zijn er bladzijden. Oké, dat doen we zo meteen wel als we de laatste bladzijden die ik nu heb gelezen. Dan gaan we wel op zoek naar de andere bladzijden. Ze hebben deze keer een zaklamp en schijnen op het paars met blauwe oogmonster. De regenboogvriend, weer fout, redt de groet juist uit en gaat
een portal in. Portaal in. Sorry, ik ben gewend Engels, want Minecraft is Engels. Steve en Alex klimmen zo hard ze kunnen naar het monster. Monster. Ja, oké. Maar het monster raken ze kwijt. Totdat ze een portaal zien, die er nooit eerder heeft gestaan. Ze kijken elkaar aan alsof ze elkaars gedachten kunnen lezen. En dan gaan ze ervoor. Ze komen uit in de Nether. Plek met veel lava en monsters. Ja, dat is de Nether. Maar er zijn geen spoken, skeletons of pigment zombies. Maar alleen maar regenboogvrienden. Ze pakken 2 onzichtbare toverdrankjes en drinken het op. Nu kunnen ze ongezien doorlopen. Uiteindelijk komen ze bij een deur waarop staat: alleen regenboogvrienden toegestaan. Steve en Alex openen de deur. En ra, wat ze zien. Een geheim laboratorium. Ze zien allemaal buizen met baby's erin. En aan het eind van de kamer zien ze papier liggen. Ze lezen het papier en er staat op: het volgende experiment is de tweeling Lisa en Jake. Nou, dat weten ze niet. Ze nog niet. Want het staat in een rare monstertaal. Die alleen monsters kunnen lezen. Tenzij je een monstertaal leesapparaat hebt. En gelukkig hebben de helden dat. En ze hebben het ook meegenomen. Ze nemen het altijd mee, namelijk. Dus tja, dat gebruiken ze dan ook. Maar dan zegt het apparaat: taal niet gevonden. Steve en Alex schrikken en zeggen tegelijkertijd: wat is dit voor taal? Normaal gaan ze altijd keihard lachen als ze iets tegelijkertijd zeggen. Maar nu doen ze juist het tegenovergestelde. Ze huilen. Tot het apparaat zegt: misschien is het de nieuwe regenboogvriendtaal weer verkeerd. Zet de nieuwe taal aan bij instellingen. Natuurlijk! Je kan andere talen instellen. Ze hadden hem zo lang niet meer gebruikt dat ze niet meer wisten hoe het werkte. Oké, jongens. Volgens mij is dit... Wacht even. Ja, oké. Dit is toch wel de... Ja, dit is toch wel de laatste. Alleen... De snoep... Het eindigt met... De Snoopy Date. Dus ja, dat is geen goede zin. Dus die zin ga ik ook niet lezen. Maar ja, we gaan verder. Ze gingen naar instellingen en stelden in: regenboogvriendentaal. Wel goed gespeld. En nu zagen ze wat er stond. En zeiden. Weer tegelijkertijd: we moeten ze redden! Ze onderzochten alle buizen, maar nergens een Lisa of Jake. Toen kwam er opeens een regenboogvriend binnenlopen. Met Lisa en Jake in haar handen. Ze sliepen. De roze regenboogvriend deed Lisa en Jake allebei in een andere buis. En haalde 2 baby's met gekleurde ogen en gekleurde huidskleur uit hun buizen. En vervolgens kwam het monster naar het bureau waar het papier op lag. En deed de rare dingen met zijn handen. En toen verschenen er opeens knoppen. De helden laten zich zien, want ze zijn nog onzichtbaar. Toch? Blijkbaar was het toverdrankje uitgewerkt, dus ze moesten wel redden. Het monster zag ze en drukte op de rode knop. En toen ging er een alarm en er kwamen 100 regenboogvrienden in de kamer. Steve dacht opeens aan Snoopy en had toen een idee. Snoopy is de sterkste, liefste en leukste hond ter wereld. Dat kan vast een handje helpen. Steve had een soort telefoon in Snoopy's halsband ingesteld. Waardoor hij Snoopy kon bellen wanneer hij maar wil. En Alex kan hem natuurlijk ook bellen. Dus Steve belde hem. Maar in de tussentijd was Snoopy zijn baasjes aan het zoeken. En had zijn halsband verloren door een gevecht met zombies. Maar hij is slim. Want hij volgt ook de gekleurde ogen die hij eerder zag. En door het alarm dat Snoopy ook duidelijk hoorde, stuurde een regenboogvriend
en naar dezelfde plek waar de helden ook zaten. Hij ging stilletjes naar de deur en opende de deur zo zacht mogelijk. Gelukkig waren de helden de enigen die het zagen of hoorden. Snoopy had toen opeens een superplan. Hij probeerde de buis waar Lisa in zat zo zacht mogelijk kapot te maken. Toen dat was gelukt, nou eigenlijk mislukt, deed hij Jake. Maar zoals ik al zei, wisten de monsters nu dat Snoopy er was, de Snoopy deed. Dat is die ene zin waar ik het over had, die niet af was gemaakt. Ik ga even kijken of er ergens... Ik weet niet wat dit is. Maar ik ga even kijken of we ergens nog een 8 hadden. Want volgens mij hadden we ook een 8. Wacht even, jongens. Ik denk dat ik het weet. Ik wou deze nog afmaken. Dus ik had hem in de prullenbak gegooid hier. Maar ik denk... Nou ja, hier staat... De Snoopy deed nu zo snel mogelijk. Maar het was te laat. Snoopy werd meegenomen door een regenboog. Ja, zo ver ben ik op dit moment. Hij is wel opgeslagen hoor. Dus ja, ik kan gewoon verder met die ik nu de prullenbak gooi. Dus ja, vonden jullie het een spannend verhaal? En leuk. Geef dan een duimpje omhoog. En misschien ga ik nog wel een keertje het boek lezen als ik veel verder ben. Maar dat zie ik wel. Maar dan ga ik denk ik wel weer van het begin beginnen. Want ja, misschien hebben anderen het nog helemaal niet gehoord. En deze video nog niet gezien. Maar ja. Vonden jullie het een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. En vonden jullie het verhaal leuk? Abonneer dan eventjes en doei doei!